Ja, toen ik 12 jaar geleden mij voor het eerst kwalificeerde voor een groot internationaal toernooi. Toen bleek wel dat ik goed kon zwemmen en toen heb ik al vrij vlug mezelf twee doelen gesteld. Ik denk zoals heel veel sporters op een 16 of 17e zeggen dat ze naar de Olympische Spelen willen gaan. Dat wou ik ook. Maar ik wou ook onder de 15 minuten zwemmen op 500 meter. Wat tot dan toe eigenlijk nog niemand gedaan had in België. En dat heb ik dan in 2007, 2008 allebei bereikt. Dus toen was ik in principe klaar met zwemmen. Maar op die Olympische Spelen was het zo fantastisch dat ik eigenlijk al vrij snel had beslist van ik doe er nog een Olympiade bij tot Londen. Heb ik mij geconcentreerd op onderwater zwemmen 2 jaar. Die Olympische selectie is net op een haar na mislukt vorige zomer op 2K. Dus noodgedwongen moest ik dan ofwel stoppen ofwel 500 meter terug gaan zwemmen. Ik ben nog weer voor de 500 meter gegaan. Maar nu moet ik toch besluiten dat, dat de missie niet gaat slagen. Het is onrealistisch. En dan heb ik voor mezelf... Het was een heel moeilijke keuze, maar ik heb wel beslist om nu andere dingen te gaan doen. En ik denk dat ik sta 100% achter, het is de juiste keuze. En zeker ook een eerlijke keuze. Mooie anekdote die ik in 12 jaar tijd heb natuurlijk heel veel fijne dingen meegemaakt. Maar een mooie vind ik wel een paar jaar geleden, in 2007, begin van het seizoen. Sommige s'avonds altijd in een baan naast Pieter van de Hogeband. En op een gegeven moment begon hij tegen mij te zeggen van, die 1500 meter. Het is toch gewoon 50 keer 100 meter, 160 seconden, is heel simpel. Je moet er niet zo moeilijk over doen. En dat zei hij dan niet één keer, maar dat zei hij gewoon 10, 20 keer per training. En niet één dag, maar weken achter elkaar. En ik denk op een gegeven moment heb ik wel gedacht van, ja, misschien is het ook wel zo. En ook zo gaan denken. En 2 maanden later zwom ik 14:52 als eerste Belg onder de 15 minuten. Nu, dat is misschien... heel kort door de bocht gedacht, maar ik denk wel dat soort kleine, simpele dingen net dat extra kunnen geven wat op een hoog niveau wel nodig is. En ik denk dat me misschien net mee over de grens geduwd heeft. Wat ik geleerd heb in zwemmen, wat ik in de toekomst zeker ook nog ga gebruiken, is wel dat half werk geen werk is. Want ik heb gemerkt, 10 jaar geleden dacht ik van ik ga even studeren, 30 uur per week, ik zwom 20 uur per week, ik dacht dat gaat allemaal wel lukken. Tegen het advies en van anderen ook nog. En dat is echt een dramatisch seizoen geweest. Maar ik denk wel het belangrijkste wat ik in 12 jaar heb meegemaakt. En het was allebei niks. Studeren niks, zwemmen niks. Maar dat is iets wel wat ik altijd dan heb meegenomen tot nu. Dat ik beter op één ding alles kan zetten dan hier en daar een beetje. En uiteindelijk met lege handen achterblijven. En ik denk dat dat een hele goede les is ook voor nu in de toekomst. De toekomst, als ik kijk naar die 500 meter. Nu dat ik gestopt ben. Kijk ik echt wel uit naar wat daar de komende jaren gaat gebeuren. Want als ik zie... Wat België toch de laatste 5, 6 jaar op alle andere nummers aansluiting gevonden heeft met de top opnieuw, is die 500 meter toch wel wat achtergebleven. En ik hoop echt dat er jonge zwemmers zijn en coaches die zich daar voor willen engageren om daar een paar zwemmers toch weer op een Europese jeugdkampioenschap of een EK of misschien zelfs meer te krijgen. Ik verbeterde het Belgisch record voor het eerst in 2004 en dat was op dat moment 20 jaar oud. Ik hoop echt niet dat het zover gaat komen, maar dat zal ook wel niet. En ik zie mezelf daar misschien ook wel een rol in spelen. Ik heb 12 jaar topzwemmen gedaan in België en Nederland. Heel veel stages gedaan, veel mensen leren kennen. Dus ik denk wel dat ik kennis heb en zeker ervaring om daar iets mee te doen in de zwemwereld. Of misschien in de sportwereld algemeen. Dus dat is zeker wel iets... waar ik in de toekomst graag een rol in zou spelen. Daarnaast heb ik ook iets langer als een normale student gestudeerd. Maar ik heb een mooi diploma waar ik ook heel graag iets in de culturele wereld mee wil doen. En daarnaast heb ik nog wat nevenprojecten lopen. Ik blog voor een internationale site en dat zijn ook dingen die ik wil uitbouwen. Dus ik denk wel dat ik genoeg plannen en ideeën heb om het zwarte gat een beetje te omzeilen.